Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Sims 4 video. Ja, ik heb mijn huis een hele makeover gegeven. Ik zal wel even laten zien. Jullie hebben al een beetje gezien. Ik heb dit, ja, dit is nog leeg, maar dat wil ik nog laten zien, zeg maar. Dit is zeg maar het dak, zo. Ja, wat heb ik gedaan? Ik heb hier de keuken. Ik heb hier de woonkamer, hier heb ik computer, badkamer, slaapkamer en een mand voor de hond. En nog een lege kamer. Ja, ik denk dat het eerste wat wij gaan doen is een baantje zoeken. Nee, we gaan niet meteen. Hij gaat meteen gamen, ook echt. Wauw. Ik denk dat het misschien wel... Ja, ik vind een atleet vind ik leuk. Maar misschien is het leuk om met hem geheim agent te gaan doen. Dat vind ik wel vet. Dat ziet niemand trouwens. Dat ziet niemand... Wauw. Niemand ziet hem dat doen. Naar kennis zoeken. Kan ik dat hier doen of zo? Nee. Hoe moet dat... Oh. Fijn, ik moet al meteen iets gaan doen terwijl ik niet weet wat of hoe dat moet en zo. Geweldig. Misschien op de computer. Ik heb jeuk in mijn neus, mensen. Ik wou zeggen, ik klik die computer niet meer niks aan. Nee. Nee, ik weet het niet. Misschien op mijn telefoon. Nee, huh? Hoe dan? Ik heb geen idee. Oh, wauw, ik heb serieus mijn huis neergezet langs een barretje. Ik weet niet wat hij bedoelt, eigenlijk. Hoezo is hij nou weer koek? Oh, hij kijkt. Oké, okay, prima. Oké, okay, ik kom hier nog wel een keer achter. Nu niet, blijkbaar. Ik weet echt niet hoe dat moet, eigenlijk. Nee. Wat raar. Ik denk dat ik hierin... Wauw. Ik ga het even met Rond. Met Milo. Ik vind Milo echt een schattige naam. Zo. Even die tv weg. Ja, het is vandaag zondag. De eerste dag van de zomer. Ja, 10:30 's morgens. Oh, nou weer. Oh, nee. Hallo. Dan gaan we zeker weer zo'n evenement. Oh, wie is dit eigenlijk? Oh, dat is een... Is dit een man? Ja. Zo. Ik weet niet eens of het een man is. Volgens mij wel, maar... Ja, sorry, maar hij ziet er een beetje uit alsof hij een vrouw is. Oh. Dag. Ik kan ook echt niet zien of het een vrouw is. Dan niet. Oké, okay, ik merk een beetje dat hij heel laat reageert, wat ik vrij irritant vind. Oh, dan komt er nog een aan. Ga weg! Oh, Kawa is erbij. Lekker. Hey, dat is Keola. Hoe heet zij? Oh, Keala. Die is nu ouder, blijkbaar. Oh. Nou, hij is al klaar.
Nul, ja, hè? Oh, Jarbin de Kool. Ja, hij komt niet binnen. Nee. Oh. Reageer. Sorry mensen, dit is echt niet de bedoeling, maar... Nou, laat die mens maar rust. Hier, ga weg. Ik ga hem afbreken, het zal wel. Kom gerust vaker langs, we zijn heel aardig. Ja, ik merk het. Ik merk het. Nou, mijn hond die is heel erg aan het rennen aan het doen. Misschien dat ik hem kan trainen. In zijn training geven. Hij is verveeld, waarom? En de leiding sim. Oh ja, dit komt door die dingen mod. Hoe heet dat nou? Slice of Life. Oh no. Die hond die kan echt. Die wil rennen, maar die heeft niet genoeg ruimte. Ik wou zeggen, die hond die staat daar en jij staat hier. Oh, proberen te geven. Ging heel goed. Wow. Laag. ik weet niet eigenlijk wat ik vandaag een beetje moet gaan doen. Ik denk. Ik denk dat ik wel weet wat ik ga doen. Ik ga denk ik heel even zijn bak vullen. En dan ga ik op reis. Ik ga lekker naar een bar of zoiets. Ja, naar het park kan ook. Dan kan ik Milo meenemen, maar... Ja, ik zit natuurlijk op een eiland. Dus waar ik dan heen zou moeten... Dat is best een goede vraag. Ik dacht trouwens, ik doe deze keer opnemen met camera. Ja, ik weet niet waarom. Vind ik leuk. Maar ik moet wel even uitvogelen hoe het werkt allemaal precies. Dus het kan zijn dat de kwaliteit van mijn camera echt bakker is. Ja, maar dat komt wel goed op een gegeven moment. Goed, we gaan naar... Ja, we hebben hier een strand, maar we hebben hier ook... Kijk, we hebben hier een bar. Ik ga lekker naar de bar toe. En we zijn aangekomen bij de zandtent, zo heet het... Hier deze bar. Ik ben wel benieuwd. Ik ga even mezelf voorstellen aan 10 verschillende sims. Tenminste, dat is zijn... Hé, dat is Nalani. Ken ik ook al. Dat is tenminste zijn doel. Hij wil jezelf voorstellen aan 10 verschillende sims. En 3 vrienden hebben. Dus. Daar gaan we dan. Ja, zij kan ik ook wel... Wauw, ze ziet er helemaal niet uit alsof ze hier vandaan komt. Telia, of Telia, of... Hoe je het allemaal ook uitspreekt. Ik vind wel, op eilandleven hebben ze allemaal zulke rare namen. En dan kom ik in één keer aan. Lucas de Jong. Hollandse Kani. Oh, nou, dit zijn de mensen dus. Blijkbaar. Ja. Even doorspoelen, want dit maakt ook niet echt uit. Zo. Hallo, waarom gaan we nou weer gemeen doen? Maar, dat Telia ook, hè? Dat is zij. Ook Telia, oh, sorry. Jongens, waarom... Oh, dat heb ik blijkbaar dan. Nou, Lucas, dat is niet echt aardig. Oh, hier staan ook nog 3 mensen. Oh! Hier naar Lia. Lia heb ik al ontmoet, want dat is mijn buurvrouw, man... Ik weet niet eens wat het is, wauw. En hier
Alika, denk ik dat die heet. Dit vind ik dus zo mooi aan eilandleven. Als je hier kijkt. Oh, ik ga veel te snel. Kijk, hier lopen kipjes. Kipjes, waar ik verder niks mee kan. Maar dit vind ik dus zo mooi. Kijk, want hier heb ik dus een strand. Je hebt gewoon dit. Kijk hoe mooi. Oh. Kijk hoe mooi die zee is. Gewoon het uitzicht zo. Heerlijk. Oh, je bent speels. Top. Zo, zo. Ah, dear koi. Je hebt niet Demis. Nou, stel je even voor. Aan die Bob. Oh nee. Hij lijkt op Bob Pancakes, maar. Dat is hem niet. Als er hier nu ook mensen zijn. Nee, wat jammer. Dan kon ik me echt voorstellen aan 10 verschillende mensen, maar. Oh, kijk, er komt nog iemand aan. Oh, dat is een kind? Oh nee, dat is helemaal geen kind. Wat zeg ik nou weer? Oh wow, hier zijn nog 2 nieuwe mensen. Hier, wacht. Tulia? Tulia, je was net ook al binnen. Huh? Oké, okay, ik ben in de war. Wie staat hier dan? Oh, die heeten allebei Tulia. Oké. Okay. Wat vreemd. Hij staat nog steeds buiten die... Oh, kijk, hier is nog iemand. Hoppa. Wat gezellig. Het wordt al steeds gezelliger hier. Het wordt steeds gezelliger hier. Thomas, of nee, Lucas. Uh-huh. Lucas, doe iets. Die kan ik ook niet zo goed tegen. Mijn Sims staan echt een half uur stil. Dat je denkt, hallo, wat ben je aan het doen? Joejoe. Uh-huh. Dan doet ze helemaal niks dus. Cool. Dit vind ik ook heel vet, zo die voetstappen. Heb je nou voorgesteld aan haar? Ja. Attempt to steal money? Nou, hé, hallo. Even mooi niet, hè? Dan ga je met haar spelen. Oh, spelen? Oh my god. Ik klik dezelfde aan. Geniaal. Melanie. Een aardige introductie. Schiet op. We doen er echt lang over. Oh, ik krijg de hik, jongens. Hoezo? Maat. Ren naar hem toe! Waarom ren je niet naar hem toe? Kijk dan, dan staat hij weer een 30. Pas nu gaat hij iets doen. Ze zeggen, ren erheen! Nee. Oké, dit vind ik eng. Oh! Oh my god, wat was dat? Wauw, ik weet niet wat dat was. Het was heel eng. Hier is Makoa. Ik ben ooit in een... ik heb ooit zelf gespeeld. Gewoon zonder... In mijn vrije tijd heb ik zelf gespeeld met mijn eigen poppetje. En toen ben ik getrouwd geweest met Makoa. Leuke feitjes. Nee. Nou, kom op. Het is ondertussen 7 uur 's avonds. Oh, Milo zit nog steeds alleen. Schiet op, jongens. Hou op met kletsen.
Nou, dat is nummer 8, denk ik. Zo. Ja? Stop maar met hem weer dan. Ah. Ja, dan gaan we naar haar. Ja. Dag. 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 Haha, zo. Ja, oké, ik moet eigenlijk... Oh ja! Komt als geroepen, gij. Dennis Kim. Wat doet hij nou weer op de eiland? Kijk maar, hij staat hier gewoon volgens mij in de pyjama, hoor. Nou, enge vent. Ik vind Dennis Kim echt eng. Schiet op! Zo. Ja, dat duurt echt heel erg lang. Yes! Oké, nu gaan we naar huis. Ik heb het gehad met al deze mensen. Ik loop helemaal vast weer. Hou ik niet zo van. En wie staat er bij mijn deur? Vadertje Winter. Ja, Clement Forst. Maar dat is Vadertje Winter. En in één keer is het 4:15. Wow. Geniaal dit. Dit heb ik dus best vaak. Dat ik dan weer terug thuis kom en dat het dan in één keer twee uur vroeger is of zo. En die hond die weet ook niet zo goed wat hij moet doen. Je hebt gewoon speelgoed hier hoor, ik weet niet. Dankbaar hondje. En je hebt eten, je kan... Nee, niet op de bank. Stoute hond. Die hond die mag niet op de bank. De hond heeft hier gewoon een kleed hoor. Nou, laat hem maar liggen dan. Oh, dat ben ik vergeten. Een eettafel. Ja. Oh, dit vind ik dus echt vreselijk. De hond die op de bank ligt. Oh ja joh, ga even lekker krabben. Maar ik vind hem wel schattig. Het lijkt op een Bernard Sennehond, dat is mijn favoriet, mijn favoriete ras. Maar het is een Border Collie. Zie zo schattig. Nou, hou op met eten, ga plassen. Milo die slaapt. Serieus. Echt waar, hè? Dan gooi ik het toch wel weg. Hier. Jongen. Zet dit op de tafel neer. En dat schiet op. En dan gaan we nog even douchen. Ja, tv. Of ja, ik denk dat ik toch wel even nog tv ga kijken. Want slapen heeft niet echt veel nut. Doe maar koken. Want dan leer je toch een beetje koken. Schiet op. Ik moet alles snel hebben vandaag. Nou, Milo is weer wakker. Fijn. En wanneer dit geel wordt, ga ik gewoon slapen. Oh, blijkbaar vindt die hond het ook leuk. Kijk dan! Zit gewoon te kwispelen van de televisie. Wat leuk, wat grappig. Nou, het is nog tussen 8:45. Ja, ik weet niet. Het is misschien best wel een saaie aflevering geweest. Ik ben toch wel even erop uit geweest. Koeken. Nee, ik ben er toch heel even op uit geweest. Maar ja, of dat nou. Die hond die was helemaal vrolijk van de tv. Weet je, ik ga gewoon slapen. Het is 9:30. Ik vind het zat. Doei. Nee, grapje. Ik ga wel slapen. Alle lampen. Moet jij ook niet gaan slapen? Is de tv uit? Ja. Nou. Mensen, vonden jullie dit nou een leuke video? Beloon het dan even met een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal. Laat in de reacties weten wat ik misschien zou kunnen gaan doen.
Ik ben trouwens ook op zoek naar een huis, een ander huis. Ik vind dit niet echt, ja, voor nu is het prima. Maar ik ga binnenkort een vrouw zoeken. En ja, dan wil ik een gezinnetje en zo. En als ik dan een gezin wil, dan is dit niet echt ideaal. Dus, voor degene die een huis kan bouwen, laat het ook even weten. Dan praat ik privé met je, zodat je dan weet welke pakketten ik heb en ja, wat een beetje mijn stijl is. Maar verder, ja, wil ik jullie dus heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Beloon even met een duimpje omhoog. Laat beneden even een reactie achter. En ja, zie ik jullie de volgende keer. Doei!